Aspect ICT organiseert vandaag ICT 2020 met als thema duurzaam innoveren. En het heeft ook een feestelijk tintje, want Aspect ICT bestaat alweer 30 jaar. Een feestje met inhoud dus. Waarom komt u vandaag naar ICT 2020? Omdat wij komen feestvieren hier, dacht ik. En dat we naar leuke workshops komen. Het meest leuke leek mij de presentatie van de koekoebril. Waar ik in geïnteresseerd ben. Ja, om kennis te maken met de nieuwste dingen die spelen zeg maar, op ICT-gebied. Ik ben gewoon benieuwd naar de toekomst. En gewoon eens bekijken wat er allemaal voor nieuws verteld wordt. Wat heeft u net geleerd? Nou ja, heel veel dacht ik. Hè? Als je dat toekomstbeeld ziet, dat is ongelooflijk. Dan heb ik spijt dat ik zo wel vroeg geboren ben. Ja, ik kom net uit een best wel bijzondere sessie. En hoe kan ICT je daarmee helpen? Ik denk dat het, wat we net hebben gehoord, een behoorlijke sprong vooruit gaat maken. Nou, ik heb net heel aandachtig geluisterd naar een hele mooie presentatie van een trendwatcher. En die bracht zoveel dingen voorbij, dat ik eigenlijk met mijn hoofd nog helemaal dat op een rijtje aan het zetten. Wat heeft u net geleerd? Ik ben even bij de Google Glass sessie geweest. En geleerd wat er in de toekomst allemaal gaat komen. Futuristisch nog allemaal voor mij. Maar ik zie dat ons allemaal nog niet met het brilletje zitten. Maar ik denk wel dat het hoort toch allemaal bij de toekomst. Beveiliging van je computer eigenlijk. En de beveiliging van je data binnen je bedrijf. Dus eigenlijk je hele bedrijf een beetje toch proberen dicht te timmeren. Ook al zit je op internet en gaat het alle kanten op. We hadden net een sessie over mobiele devices. Op zich interessant verhaal. Wat kun je allemaal doen met die kleine apparaatjes waar iedereen mee werkt? Ik heb van meneer Kremers, heet hij geloof ik, begrepen dat we misschien wel helemaal niet meer hoeven te werken in de toekomst. Omdat de robots dat over gaan nemen. Nou, vindt u het leuk? Ja. Wat vond u van vandaag? Heel erg leuk. Ja, ik heb er echt wat van opgestoken. Nou, het was een inspirerende dag. Goede sessies. Wat dingen kunnen leren, denk ik. Ik word goed. Actief. Ik ben net bij de Inspirator geweest. Nou, wel dingen opgestoken die ik zeker wel kan gebruiken in mijn dagelijkse werkzaamheden. Leuke dingen gezien en het geeft u weer wat visie op de toekomst, zeg maar. Een hele leuke dag met heel veel leuke items. Ja. Ja, ook dat laatste vond ik zeer inspirerend. Over gedragsveranderingen. En dat is wel iets wat iedereen wel kan gebruiken. Dus, okay. Een lekker biertje. Een interessante dag. Eén ding is duidelijk, wacht niet, maar begin vandaag met duurzaam innoveren.